ben op zoek naar Mike. Hier omlopen. Waar zijn we, Albert? Het is een soort oude scheepswerf, Stefan. Volk. Hallo. Goedemorgen. Ja, Mike? Ja. Albert. Bijzondere plek. Wat is dit voor plek? Het is een leerwerkproject. En ja, voor mensen die buiten de boot vallen. Die laten hun werkritme opdoen. En jij werkt hier? En ik werk hier als vrijwilliger. Ik zag jullie advertentie en ik dacht, hey, misschien kunnen we ruilen. Ja, maar jij wilde rolls hebben. Ja, dat lijkt me wel leuk. En je hebt een bod gedaan. Wat is het bod? Ik heb hier 5 scheepsmallen. Dit zijn mallen? Dit zijn scheepsmallen. Daar produceer je schepen mee. Hoe werkt dat? Nou, dit is dan een kleintje in dit geval. Dit is een stukje scheepsmal? Dit is een stukje van de achterkant van een zeilboot. Dus dit is gewoon een kale mal. Dit doe je insmeren met bijenwas. Daarna gaat er polyesterhuis in met glasvezelmat. En dan hou je dit resultaat over. Ik snap het. Dus je hebt hier een aantal mallen staan. Daar gooi je van dit polyester plastic-achtig spul in. Ja. Haar de mal eraf, heb je een boot. Precies. Maar wat ik me nou afvraag, hè, waarom wil jij er dan vanaf? Waarom breng jij niet een fabriekje? Ik kom hier een wethouder uit Den Haag te wonen in het pandje naast. En ja. Die heeft heel veel parkeerruimte nodig. Ja. En er gebeurt weinig mee. Die dingen leggen hier nou een jaar of 5, 6. Dus nu denk jij, doe mij de rolls maar. Ja, we kunnen nu wel geld verdienen met dat ding. Zo komen ze eruit te zien als ze klaar zijn. Als je 10 van deze boten maakt, die zijn een ton waard. Als je 10 keer een boot verkoopt van een ton, dan heb je 1 miljoen. Stefan, we gaan op onderzoek uit, toch? Ja, we kijken wat het waard is. Ja, kijken wat we ermee kunnen. Okidoo.